Er zit een nieuwe KGF aan te komen. Hoe? Nou, dat willen we nou juist als bestuur samen doen met de kaderleden en samen met de leden van het KGF. Omdat wij vinden dat we dat als bestuur niet alleen kunnen. En dat we echt alle energie en ideeën en opvattingen van onze leden en van onze kaderleden nodig hebben. Om de toekomst van het KGF, maar belangrijker nog, de toekomst van de fysiotherapie te bepalen. Hoe gaan jullie dat concreet doen? Dat gaan we doen in de vorm van klankbordgroepen. Elk lid van het bestuur die heeft 2 klankbordgroepen. En eigenlijk is het de vrijheid van het lid van het bestuur zelf om dat vorm te geven. Maar de bedoeling is om met die groep mensen belangrijke onderwerpen te bespreken. Of het nou gaat over het KGF 2020, of het gaat over de kwaliteit van de fysiotherapie, of het gaat over de belangenbehartiging. Om dat met hun te bespreken en samen tot goede voorstellen te komen. En wat moet daar uiteindelijk uitkomen? Wat eruit moet komen, dat is een stip op de horizon en dat is een beeld van het KGF 2020 en een beeld van de fysiotherapie 2020. De weg ernaartoe is misschien belangrijker nog dan de uitkomst? Dat is altijd zo. Het doel is minder belangrijk dan de weg. Dus het gaat niet alleen maar om wat je met elkaar bereikt, dat is belangrijk, maar ook het feit dat je dat met elkaar doet. Het allerbelangrijkste zijn onze leden en we willen het samen met onze leden doen.